Ja, Holy Molly en Alcohol. Het was een beetje een korte versie van het nummer. Het is een gloednieuw nummer, maar wij korten alle liedjes altijd in. En dit moet ik even zeggen, omdat Daan dat nog niet echt door heeft. Nee, ik stond lekker te genieten, maar... De tweede week van zijn taak als DJ. Ik sta ondertussen ook te bellen. Ja, zoals we net al zeiden, we gaan Miguel even bellen. Die zit nog steeds in Zwitserland. Maar Daan die was zo lekker los aan het gaan op Holy Molly... dat hij daar nog even niet bij stil had gestaan. Dus dat is hij nu aan het doen. En dan wachten we even op. Hij neemt ook niet op, dus dat is heel leuk. Echt waar? Hallo, je bent er. Oh, hij is er wel. Ik zet je even over op het bord. Wacht even hoor. Nou, ik moet wel zeggen, met deze zeg maar ongeregeldheid... is het wel weer echt ouderwets in voor de weekend. Kijk. Komt hij aan. Hallo? Hallo? Ja, je bent live in de uitzending. Moet ik even zeggen, hè? Want anders dan ga je rare dingen zeggen. Oh nee, dat was toch wel van plan. Oh, dan is het goed. Dames en heren, Miguel Laux. Swish, swish, swish. Another one. Ja, Miguel, goeie avond. Goeie avond, Rick. Hoe is het daar? Ja, lekker, lekker. We zijn vandaag van locatie verwisseld, dus ik zit nu weer voor het eerst op een nieuwe locatie. Maar, oh, wel in Zwitserland, hoop ik? Wel in Zwitserland, oh, ja, zeker. Ik was even bang dat het liedje niet klopte. Ja, nou, je bent teruggemoeten, jongen. Dan hadden we een last ketchup erin moeten zetten, dan zat hij netjes bang. Zo, je weet het niet. Had gekund, hoor. Ja. Creatief als we zijn. Ja, precies. Hey, maar Miguel, nog even voor de mensen die zeg maar vorige week geluisterd hebben... maar zo'n hectische week hebben gehad dat ze het niet meer weten. Je bent in Zwitserland, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben gewoon eventjes rustig vakantie aan het vieren met de familie. Met de familie, dat vind ik leuk. Ja, lekker. Ja, lekker, hè? Ja, nou, dat weet ik niet, is dat lekker? Ja, dat is hartstikke lekker, ja, zeker. Ja, we zitten een beetje in de bergen, dus op zich van corona merk je niet zo heel veel. Ik bedoel, je hebt af en toe een verdwaalde wandelaar met een mondkapje... maar meer zorg hoef je ook niet te maken hier. Oh, wat goed. En zeg maar, binnen de familie, zijn er al ruzies geweest die we hier nou even op moeten lossen? Ja, nou, we hebben net echt een correlatie erbij moeten halen. Maar voor de rest is het allemaal goed. Oh, dat is het goed. Dan is het goed. Nee, je zit dus in de bergen. Ja. Kom je een beetje tot rust? Jawel, jazeker. Ja, er is hier eigenlijk verder niet zo heel veel omheen. En zeker niet op onze eerste locatie van vorige week. Daar was echt heel vrij weinig te doen. Hieronder heb je dan wel een zee, daar kun je, of in ieder geval een meer dan, daar kun je wel zwemmen. Maar ja, het is vooral echt een relaxed vakantie. Af en toe een beetje wandelen, meer doe je eigenlijk niet. Oh, lekker. En is het bij jou ook zulk bloedheet weer? Nou, niet zo warm als bij jullie, dat weet ik wel. Oh, dat scheelt al. Hoe warm is het ongeveer daar? Hoe warm is het, jongen? Ik gok dat het net de 30 aantikt. Nou, dat is nog genoeg. Oh, lekker. Ja, okay. Precies. Hey, en hoe zien de plannen er nu nog uit dan? Want je hebt nog 2 weken dan? Tenminste, 1 week. Ik mag nog maar 1 week komen, hoor ik net. Sorry. We hebben nog 1 week. Ja, ik heb nog 1 weekje. Tot volgende week zaterdag. En ja, wat we gaan doen, een beetje wandelen. Een beetje, ja, gewoon relaxen. Niet heel veel. Een beetje af en toe een stad bezoeken waar het van kan. Want het is niet overal even gezellig met corona. Maar vooral even een beetje uit tot rust komen. Dat staat op de planning. En dan volgende week zaterdag kom je weer terug? Ja, precies. En dan die uitzending en die zaterdag daarna, daar ben ik er weer. Oh, er weer. Gelukkig. Maar kunnen we jou volgende week nog wel bellen of was dat lastig? Dat weet ik eigenlijk. Ik weet niet precies hoe laat we thuis zijn of hoe laat we vertrekken. Dat moet ik nog even dan laten weten. Godzame. Maar we gaan gewoon bellen. Dat komt gewoon helemaal goed. Miguel, laatste vraag. Wat is je absolute hoogtepunt van de vakantie tot nu toe? Nou, we hebben de laatste 20 kilometer gelopen, hè, waarvan ik dacht dat het de 4 waren. Dus dat was heel pittig. En dat is een hoogtepunt geweest tot nu toe. Je bent jezelf echt even tegengekomen? Ja, precies. Ik heb die vierdaagse die er niet was afgelopen weken, die heb ik zelf even mogen ervaren. Nou, lekker man. Ik wens je nog veel plezier. Doe je hele familie... Met wie ben je daar? Hoe ziet je familie eruit? Even, dat we weten wie we de groeten doen. Oh, gewoon mijn ouders en mijn broer. Nou, doe ze de groeten. Ga ik doen. Goed terug alvast. Tot volgende week, hè? Hey, veel plezier nog, hè? Tot volgende week. Joe, bye. Hem voor de weekend.